Gasselte Bio-Energie heeft als eerste bedrijf in ons land een mestverwerkingsinstallatie met een biologisch luchtfilter, ontwikkeld door Jan Waaier. We zuigen dus boven die twee silo's zuigen we af. Daar moet nog een bocht bij aan om de lucht af te zuigen naar beneden. Die lucht, daar zit die geurstoffen in. Die gaat dan hier via dit T-stuk naar een grote ventilator die daar achter die aluminiumbak zit. En die ventilator blaast de lucht onder ons biobed. En in dat biobed zorgen houtsnippers en enzymen voor de biologische filtering. Ze komen eerst wat grove wortelhout komt daarop te liggen, dat ligt er nu al onder. Dan komen er wat grover houtsnippers op, die gaan we er nu straks nog bij opbrengen. En als laatste komt er een hele fijne laag op en die is eigenlijk om dat indrogen tot een minimum te beperken. Want je snapt wel zo'n grote oppervlakte, dit is ongeveer 36 vierkante meter, dat door instraling van de zon hij daar enorm veel verdamping van het water. En als je die snippers nu maar mooi fijn maakt, dan kan die zon daar niet zo ver in komen en is die instraling tot een minimum beperkt. Naast de drie verschillende lagen houtsnippers brengt Jan Waaier ook speciale enzymen toe aan het filterbed. Die enzymen die ik hier heb, die moeten vocht, temperatuur en voedingsstoffen hebben. Nou ja, vocht komt graag af en toe uit de lucht. Maar als het niet voldoende vochtig is, dan kunnen we bijsproeien met deze sproeiers. Ja, dan houden we dat vocht op peil en het voer zeg maar, komt uit die silo. De enzymen moeten het biologisch proces in de houtsnipperlaag op gang brengen en zorgen voor onder meer een reductie van ammoniakemissie met maar liefst 90%. Ja, dat is natuurlijk het geheim van de smid, want iedereen die denkt natuurlijk van ja, dan flikker ik ook een bult van die snippers op een hoop en ik blaas de lucht door, is klaar, maar het zal niet functioneren.